Hey, vet gezellig dat je ook weer kijkt naar deze nieuwe video. Want dat is gezellig met z'n allen in video. Huh? Hey, hallo, ik ben Joey en ik studeer Communication en Multimedia Design. Ja, niet alleen Communication, maar ook Multimedia Design. Ik ga jullie vandaag even vertellen hoe ik erop ben gekomen, want ik heb nogal een lollige route afgelegd. Eerder ben ik begonnen met de studie ergotherapie. En na 2 jaar dit gedaan te hebben, was ik erachter gekomen dat het toch eigenlijk helemaal niet zo mijn ding was. Ik kwam erachter dat ik het beroep wat ik voor ogen had, niet het beroep was wat ik later zou willen worden eigenlijk. En ik kwam erachter op mijn stage. Ik zat bij het social reporter team al van de Hogeschool van Amsterdam voor de studie ergotherapie. En ik zag vaker andere studies voorbij komen waarvan ik ook wel dacht van, oh, dit is ook wel leuk eigenlijk. Zo zag ik bijvoorbeeld de studie die Yara studeert van het YouTube kanaal Yara. Ja. En ik zag dat zij Communication en Multimedia Design deed. En ik zag dingen die ze plaatste tijdens haar meeloopdag, zeg maar. En ik dacht, wow, bestaat dit in een studie? Ik zag alleen maar creatieve dingen. En dit was eigenlijk in de tijd dat ik gewoon nog vol bezig was met de studie ergotherapie. En helemaal geen twijfel had. Maar toen ik dat zag, ik ging naar mijn moeder. En ik weet nog dat ik zei, mam, ik denk dat dit best wel gevaarlijk is. Zo leuk me dit eigenlijk lijkt. En mijn moeder die zei, nee Jo, ga eerst even je stage lopen en dan kom je erachter of je het echt wat vindt. En toen heb ik het eigenlijk voor tijdelijk even geparkeerd en ben ik mijn stage gaan lopen en niet meer zo over nagedacht totdat ik op een dag toch weer mezelf erop betrapte dat ik naar de Hogeschool van Amsterdam site ging en zoveel mogelijk informatie probeerde te vergaren van de opleiding CMD. En er waren geen open avonden meer, er waren geen open dagen meer, er waren geen voorlichtingen meer. Ik moest het allemaal doen met het internet en de dingen die ik hoorde via Yara. En toen kwam ik er echt achter, ja man, dit wil ik later doen. Dit is gewoon waar ik mezelf wel in zie werken. Het mooie was ook dat eigenlijk ik al vanaf mijn 11e bezig ben met fotografie. Sinds mijn 12e denk ik met Photoshop en video. Toen ik 12 was kocht ik mijn eigen spiegelreflexcamera zelfs. Op dat moment fotografeerde ik gewoon heel veel paarden. En ik vond het zo cool dat ik gewoon alles kon photoshoppen alsof dat paard daadwerkelijk in een of andere beelden bijen aan het rondrennen was. Terwijl eigenlijk gewoon een draadje weg gefotoshopt. En eigenlijk heb ik nooit daar verder wat mee gedaan. Omdat ik dacht, ja, het is gewoon een hobby. En dat heb je niet in een opleiding of zo. En daar heb ik nooit naar gekeken. En ja, toen ik dat dus toen zag bij Yara, dat ze werkte met allemaal Adobe-programma's onder andere. Maar ook gewoon programma's op een computer. Ik weet niet, ik heb een soort van geeky kant in mij die dat gewoon heel leuk vindt. Ik merkte dat ik, als ik keek naar CMD, dat ik dacht, oh ja, dat meisje van vroeger komt weer een beetje naar boven met Photoshop en al die programma's. En lekker kloot met computers en zo. En ineens dacht ik, ja, dit wordt hem. Dus toen heb ik me uitgeschreven voor ergotherapie en alles daar afgerond wat nodig was. En heb ik me zo snel mogelijk ingeschreven voor CMD. Ik kwam er echt achter dat ik me gewoon eerder veel te vast had gepind op iets wat ik toen dacht wat ik heel leuk vond. Maar niet heb gekeken naar wat ik altijd al deed. Waar altijd eigenlijk mijn interesse al lag. En nu zitten we hier. 2 jaar later, tevreden. En ja, ik ben blij. Het is een goede keuze geweest. Dus zo ben ik eigenlijk op mijn studie gekomen. Ja. Ben je nou misschien benieuwd hoe Yara de weg heeft afgelegd naar CMD? Kan je hier klikken en daarboven kan je abonneren. En ja, dan heb ik voor eigenlijk niks meer te vertellen. Ik sta wel lekker tegen mijn bed aan op deze manier. Oké, goed. Ja, ik zou hem graag willen afsluiten met een toedel, maar ik heb het idee dat ik daar nu een beetje uitgegroeid ben. Dus we gaan iets nieuws beginnen. Doei!